Zo, twee koplampen voor het Galaxy. Nou, ze zijn aan het verweren. Dat vind ik niet mooi. Deze had al wat schade. Er zat een kras op. En ook die verweert weer. En daar is een beugel afgebroken. Dus die beugel kan de lamp dus niet meer gemonteerd worden. Daarom heb ik ze vervangen. Ik heb ze bij Auto 24 besteld. En dan gaan we eens even kijken of ik hem open kan maken. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ze in elkaar gelijmd zijn. Ja. Die zitten gelijmd, dus daar kun je nergens meer bij. Dat moet ook gewoon kapot, hè. Nou, ik snap ook niet hoe dat in elkaar moet, maar niet uit. Er zit dus een motor in die de koplamp regelt voor het niveau wat je in de auto kan doen. Maar je moet ook wat anders kunnen doen. Het is namelijk zo dat die koplamp die moet een keer, oh, verkeerde. Die moet namelijk op de basis afgesteld worden en dat doe je met die twee schroeven hierboven. Daar zo. Eens even kijken wat hij doet. Deze middelste schroef is de koplamp draaien, dus dat hij meer naar buiten in de berm schijnt. Of meer voor je. En deze, ja, dat is omhoog en omlaag. Dus er zitten twee lampafstellingen in. En die gaat buiten je motortje om. Dus als je hem nou eenmaal goed afgesteld hebt met een lege auto, dat hij niet te hoog staat. En dat moet je eigenlijk gewoon, wat je kan doen is hem in de straat zetten, lamp aan. En als die jou niet verblindt, dan is het wel goed. Ga je even 20 meter voor de auto staan, dan mag die jou niet verblinden. Ga even door de knieën. Als je dan precies die lijn doortrekt, dan mag die jou gaan verblinden. En dan moet je alleen kiezen hoe breed wil je hem hebben. Wil je hem te ver naar rechts of te ver naar links? En dat kun je gewoon met deze instellen. Nou, gelukkig, mijn auto is net APK gekeurd, dus dat hoeven we ook niet meer naar te kijken. Wat kan ik hier nog loshalen? Volgens mij niks. Nee, het zit helemaal vastgelijmd, dus dat is een unit, daar kom je nergens meer bij. Ja, maar dan, origineel Hella unit, Ford. En eigenlijk vind ik het een baggerproduct, want ik had van Hella meer verwacht. Deze auto is van 2007 en het begint nu al te oxideren. Het is nu 2023. Mooi, we gaan dat weggooien en kijk mijn volgende filmpjes maar weer. Doei doei!